Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja ja, ik sta hier gezellig met Joey. Goedendag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goed dat je er bent. Dankjewel, ik kom een dagje helpen. Ja, super. Ja, ik heb namelijk net al even zitten verzinnen waar we vandaag mee verder moeten gaan. En plotseling bedacht ik mij iets wat echt best wel belangrijk is. Dus laten we meteen even gaan kijken. Prima. Wat ga jij allemaal doen? Ik ga bloemen in de pot doen. Oh ja, dat is nu wel tijd voor. Ijsbloemen, hè? Heideplantjes. Moet ik nou echt gefilmd worden? Ja, dat klopt. Vervelend, hè? Zing nou eens een liedje. Oké. Hoe ging dat liedje ook alweer, wat jij zong? Ik was het even vergeten. Ik heb het niet geoefend. Je zou gaan oefenen? Ja. Ik ben het vergeten. Jammer dan. Oké, dan gaan we maar verder waar wij mee verder gingen. Tenminste, mee verder gaan, hè. Oké, knip dat er allemaal. Doei! Uit. Met de camera naar buiten filmen. Zo. Nee, niet doen! Oh, oké, nou. Dus, ja, zo gaat dat hier dan. Hè. Ja, ja, dit is, ja, mensen door de video lopen, die komen automatisch in de video natuurlijk. Zo gaat dat dan. Nee, ik was daar, jij komt mij achterna. Nee, want mensen hadden jou al voorbij zien lopen en achter een beeld. En met die roze jas van je lukt het ook niet om niet op te vallen. Snap je? Iedereen was afgeleid vanwege de roze jas. Ja, ja. Ja, zeg. Waar waren we gebleven? Dat weet ik ook niet. We waren, ja, ik weet het weer. Het was, we zaten te kijken waar we het beste aan verder konden gaan. Ja, en natuurlijk, binnenkort gaan ze hier van start met een heel groot project. En dat is de Elektra. En ik film nou daar tegen de muur. Want daar zitten van die beugels tegen de muur. Waar nu de leidingen op liggen. Maar daar moet straks ook een kabelgoot bij komen. Alleen die kabelgoot die moet eigenlijk wel onder 2 meter of 1,5 meter ondersteund worden. En ja, kijk, hier hoeven we geen meetlat naast te houden. Maar die steunen zitten verder uit elkaar. Ja. Dus er zitten te weinig van die steunen. En daarom heb ik hooklijn besteld. En die ligt hier. En daar moeten we van die steunen van maken. Dat zijn die hooklijnen. Dus daar wil ik eigenlijk mee van start gaan. Kijken dat we die op maat kunnen zagen, die hoeklijnen. Prima. En boren en dan ook in elkaar lassen. Dat we straks en gewoon nog tegen de muur zetten, denk ik. Maar dan moet ik even kijken of ik daar materiaal voor heb. Maar in ieder geval, ja. De steunen maken dus dan. Want er kan binnenkort de elektra nodig gemaakt worden. Helemaal goed. Oké, ik zou zeggen, laten we eraan beginnen. Dan meten we er eentje op en dan gaan we ze zagen en boren en lassen. Let's go. Eigenlijk kwam ik hier kijken naar het materiaal om een materiaalrek te maken voor de platen. Want ja, we hebben natuurlijk een boel platen op die pedals liggen voor de plasmasnijder. Daar moet nog een mooi rek voor gemaakt worden. En toen zag ik dus die hoeklijnen eronder liggen. En toen dacht ik, oeh ja, dat is wel echt een belangrijk plusje. Want straks staan ze hier met al hun materiaal om de elektra in orde te maken. En dan hebben die steunen niet. Dus dan kan het alsnog niet doorgaan. Dus laten we het nu doen. Okay. Ah, dit gaat goed. Zeker. Het eerste stukje ligt al klaar. De volgende is ook dadelijk. Ja. Hopsa. Ja, dat is makkelijk. Zo. En dit? Ja, we zijn ondertussen ook bezig met de houtvoorraad klaar te zetten. Want ja, het is niet meer zo'n lekker weer. En het wordt snel kouder. En dan moeten we toch zien dat we ook weer binnen een beetje warmte hebben. Dus vandaar het hout daar naartoe brengen. Gaan we plaatjes erop leggen, want het is natuurlijk lang goed weer geweest. Dus het is al wel nat geregend, maar dat is natuurlijk best wel oppervlakkig. Maar ja, als het nu nog een paar weken lang buiten ligt en het ligt er helemaal vol te trekken als spons, dan kunnen we het ook niet meer stoken natuurlijk. Dus gaan we dat naar voren brengen en dan gaan we even iets in elkaar knutselen, tenminste. Niet zo spannend. We gaan gewoon die golfplaatjes daar van de Romney-loodjes die erop leggen. En dan hebben we een soort van houthok. Ja, oké. Okay. Nou moet het eigenlijk daar. Maar dat is allemaal zand. En de heftruck is niet zo'n terreinvoertuig.
Dat is geen zandliefhebber, wil je zeggen. Ik dacht, daar zo net een beetje rechts van mijn raam. Ik moet vastdraaien, denk ik, dadelijk, hoor. Het is niet echt een terreinvoertuig. Volgens mij red je dit wel. Ja, ik denk het ook wel. Dat goed, hè? Ja. Ja, dit is eigenlijk wel goed, hè, zo. Hij kan nog iets verder. Je hebt nog... Ja, mag wel. Eigenlijk mag hij zelfs een stukje van de muur af, oh. Want anders kunnen we het dakje niet laten oversteken en dan regent het alsnog nat aan de achterkant. Oké. Okay. Zo, eigenlijk helemaal niet ontevreden. Nou. Prima. Ha! Om. Nu weer een mooie plek voor. Hè? Ja, inderdaad. Ja, dat hebben we niet tot de video, maar wij hebben hier die deuren weggehaald die hier stonden. Dat waren echt zware ondingen. Ik had er bijna spijt dat ze niet gewoon in de container had gegooid en de kans had. Maar ja. Eerst even een grote pijl halen om op de grond te leggen daar, want we kunnen hem onder het hout leggen. Want ik wil natuurlijk niet dat het op de grond ligt, anders dan wordt het alsnog allemaal kletsnat. Deze zo te leggen. Kijk eens. Ja. En dan gaan we zo er tegenaan daar eigenlijk. Ja, dan moet je dan even. Oh ja, weet je. Je hoeft er niet tussenuit te stappen. Ja. We gaan er wel iets naar daar toe zelf. Ik wil er niet op. Toch wel. Strijden of gaan we het redden? Ja, dat ga je wel redden. En dit is mooi zo. En als ik er nou nog uit kan rijden, is het helemaal een feestje. Daar zijn echt niet voor bedoeld. Nee. Strakke asfaltvloertjes. Ja, hè? Ja, dat klopt. Beton. Dat klopt. Vind je ook lekker. Ja, jij hoopt dat hij vastrijdt, hè, Tom? Nou, misschien een beetje wel, ja. Nee. De kijkers zou het ook leuk vinden, denk ik, maar liever niet. Wat is er? Ja, hier regent het. Waar regent het? Daar! Ja, een beetje. Ja, zei ik toch? Ja, je ziet het wel aardig op beeld. Dat is niet zo, dit is niet echt een boog, hè? Het is echt een beetje een... Nou. Oh. Zo zie je niks natuurlijk. Aardig boog. Kijk eens, zo. Teletubbie. Ja. Mooi man is dat, hè? Oh. Mooi, denk ik zo. Zal ik deze gewoon naar voren omkiepen misschien? Ja. Je kan hem gelijk op het pallet kiepen. Ja, stoeltje. Ik denk dat er allemaal doorheen valt dan. Ja, gooi maar hiervoor neer, joh. Ja. Daar komt hij aan. Oh nee, hij is omgevallen. Als ik hem nou doorheen bak zo. Ja. Dat is volgens mij goed gelukt. Ja, kijk, dit wordt onze superieure houtopslag. Houtopslag. Dan gaan we natuurlijk die blokken daar tussen die bakken instapelen en trekken we daar de zeil erover of leggen even plaatjes overheen, maar dan hoop dat het een beetje droog weet te houden. Ja, Joe, jij wil graag filmen, hè? Ik vind het wel leuk, ja. Nou ja, dan geef ik jou gewoon even de camera. Kijk. Ja, want... Super. Dat anders, vind ik, anders zeggen mensen dat wij dadelijk helemaal niks gedaan hebben vandaag. En dat lijkt ook wel zo. Maar ja, eigenlijk is dat niet helemaal het geval. Want we zijn vandaag ook nog bezig geweest met de snijtafel namelijk. Alleen, dat hebben jullie al gezien in de video van gisteren. Ja, precies. Er moesten nog het een en ander dingetjes worden ingesteld en zo. En dat was toch eventjes wel wat moeilijker dan gedacht. Nog even dingetjes proberen en zo. Maar en toen waren we natuurlijk helemaal blij met ons bouwpakket. We moesten buigen en zo. Dus ja, nou lijkt het al vandaag helemaal niks gedaan hebben. Maar dat is dus niet waar. Maar het lijkt wel of we gisteren heel veel gedaan hebben. Nou staat natuurlijk een extra contrast omdat we vandaag niks gedaan hebben, zo lijkt het. Maar dat is
Dat is dus niet waar, hè? Dat is eventjes een verklaring. Maar ja, goed. Laten we nog gauw wel wat dingetjes gaan doen voor deze video dan, hè? Gaan we die beugels nog even in elkaar lassen? Of gaan we dat hout droog leggen nog? Het hout ligt al droog. En er ligt nog een pakketje hier, hè, overigens. Om maar eens even iets te noemen. Oh. Ja, uit Amerika. Van, ook, ik moet niet alle adressen filmen natuurlijk. Van Carl. Ja, en nou, eigenlijk van Christine. Dat is van de vrouw van Carl. Dus ik ben benieuwd. Die heeft ons iets gestuurd. Ik ga het meteen unboxen, zoals ze dat dan noemen, hè. Ja, dit pakketje ligt hier echt al een tijdje. Alleen elke keer komt er van alles tussen en wacht ik op een goed moment om open te maken. Maar nu is dat het moment. Kijk wat erin zit. Oh joh! Halloween dingetjes natuurlijk. Ja, het is ook al bijna Halloween, hè. Even kijken hoor. Oh, kijk hier dan. Ah, greetings from our family to yours, the Soderstroms. Now, thanks a lot. I was just explaining the package was sitting some while on our working bench, waiting for the best moment to unbox it. And the moment is now, and it's good we didn't wait too long. Well, because it's Halloween stuff. Ah, oh. Sharon will like this a lot. She already bought some pumpkins, and I have to cut some faces out of it. Well, that's just. We have to film it. Yeah. I can't do it with that thing, so I have to do it by hand, of course. You can try it. Yeah, there. Oh, yo. Oh, and candy. Oh, yeah, lekker. Nou, hey, en cadeautjes ook. Wat hebben we hier? Oh, hey, dit is zwaar. Dit is heavy. Is het wel voor mij? Is het voor me? Or maybe it's... well, we can put it back together and hand it to Shaun, of course. Oh. Ah, jelly beans. Jelly beans. More jelly beans. This is for the kids. I see these are three, so that's not without a reason, of course. Oh! Sharon. Well then, I think we should keep this and hand it to Sharon personally. The only thing is she has kids at the moment. She's really busy now, so I don't think she's able to come here. Well, maybe I can. Okay, I'll try. Hey, Carl, Christine, thanks a lot. I went inside to get Sharon, but she was pretty busy, so I will hand it over later, and of course I will have the camera ready then, so you will see it later on, maybe next video or the one after that. Zie je, hier is het bewijs. Peter, die is er nog, hè? Die is heel nacht hier. Nee, die is op en neer gereden. We zullen nog even in de tank kijken, natuurlijk, hè? Kun je hier aan in? Ja, hoor, je kunt al op de stoel stappen. Je moet alleen oppassen, er zit een pedaal voor de stoel, net tevoren is om de stoel omhoog te doen. Oh, ja. Dat werkt met een veer, dus als je nou per ongeluk, je kunt best gewoon echt op de stoel gaan staan. Als je probeert ervoor te gaan staan, heb je kans dat de stoel je al tegemoet komt. Dan verandert hij in een soort van schietstoel. Ik moet wel zeggen, als de oorlog was, dan ging hij niet zo snel als het doek zo ver zat er vandoor met de tank. Nee. Daar trainen ze op, hè. Dat is echt dat ze met de bemanning ervoor moeten staan en dan binnen zoveel seconden allemaal in gevechtspositie. Het is ook niet prettig om je heel snel te bewegen in zo'n voertuig, want als je even ergens tegenaan tikt met je hoofd, het niks geeft mee. Dus dat doet meteen zeer. En hier zit de bestuurder dus dan? Ja, dat is de bestuurder. Nou, het is eigenlijk gewoon rijden net als met een auto. Je hebt gewoon drie pedalen, gewoon een gasrem, een koppeling. Ja. En dan rechts heb je gewoon een versnellingspook. Alleen dan in plaats van een stuur heb je twee hendels. Ja, je moet er niet voor het comfort zitten daar, hoor. Met hoeveel maanden zaten ze hierin dan? Met z'n vieren. Okay. Voorin heb je dan de bestuurder.
En dan de anderen die zitten eigenlijk allemaal in de koepel. Dan heb je daar direct eigenlijk achter de bestuurder heb je eerst de schutter. En daarachter zit de commandant. En aan de andere kant heb je de lader. Nee, ja, helemaal goed, Peter. Je hebt wel een stukje te rijden natuurlijk naar huis. Ja, dus dat, daar ga ik nou aan beginnen. Ja, we houden sowieso contact. Ik ga nog, ik ga gewoon de loop van de komende tijd wat dingetjes snijden. Hè, en kijken hoe dat gaat. En we houden gewoon contact. Zo dat ik ergens tegenaan loop of zo, dan trek ik even aan de bel. Maar volgens mij, je kunt online ook veel vinden, toch? Ja, online kun je veel vinden. Maar ik zei je omdat de programma's staan. De softwareprogramma's, bestaande programma's zijn... die al langere tijd bestaan en waar elke vraag die je hebt, je tikt het in op YouTube en er komt wel een of andere video naar voren die precies beschrijft wat je moet doen. Ja, geweldig. Ik zou zeggen, hele goede reis naar huis. Ja, dankjewel. Bedankt voor de machine natuurlijk en voor de video natuurlijk, hè, want het is toch wel... Ik denk dat veel mensen dit stiekem toch een hele interessante episode hebben gevonden ook. En laat me even weten hè, of er reacties dat er komen. Daar ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar. Dat ga ik zeker doen. Ja, kijk. Mooi. Goed. Ja, Joey. Wat verdikken. Dan lijkt het net alsof we niks gedaan hebben vandaag. Hè? Dat is helemaal niet zo, hè? Ja, nee, ja, we hebben een heleboel gedaan, maar... Zullen we het even laten zien wat we gedaan hebben? Ja, kijk hier dan. Een berg hout hier al klaargezet en er moet nog meer hout bij. Jouw vrouw heeft een bos hout voor de deur nu. Ja, inderdaad, ja. Ik hoop dat het nog wel een beetje meer opdroogt, want ik heb wel wat balletjes voorbij zien komen die echt best wel nat zijn. Maar goed, er zitten er ook wel bij die echt wel droog zijn, dus misschien dat we een selectie moeten maken als we het... Dit is hier, die zijn gewoon zwart. Maar ja, toch. Als je hier weer kijkt, zie je. Dit is dan. Nou, er zitten wel pissenbedden in. Dat is meestal ook al niet best. Laten we hopen dat het nog. Dat er niet van genoeg droog hout bij zit. Dat we toch iets kunnen stoken. Ja. Wij gaan weer even verder, hè? We gaan nog even wat doen. We gaan nu nog wat dingen doen, toch? Ja, een beetje. Ja, nou zeg ik dat wel nu, maar ik weet eigenlijk niet wanneer dit in... Het wordt meteen ingewikkeld, zie je? Als je gewoon afwijkt van het plan om gewoon alles wat je op één dag doet, om dat allemaal in één video te stoppen, zo gauw je daarvan afwijkt, dan wordt het gelijk onbegrijpelijk. Dus, nou weet ik niet meer of dat deze clip nou eerder... Maar ja, poeit. Hey, weet je wat? We gaan nog wat dingen doen. Dat is de bedoeling. Ik leg dit even weg en dan maken we een paar van die beugeltjes nog even. Yes. Hey, ze zijn allemaal klaar, hè? Yes! Dan kunnen we nog even een paar in elkaar hechten dan. Allemaal ready. Laten we dat doen. Ja. Yeah. Kijk, doordat we ze nou allemaal een plat kantje hebben gegeven daar, hebben we meteen een mooie lasplaat hier, zie je dat? Kijk. Ja. Kunnen we dat vol lassen, want anders dan, dan zit het niet zo goed aan elkaar. Dan ligt er eigenlijk echt zo'n las bovenop, maar nou ligt hij er een beetje ertussen.
stuk. Lijkt het alsof er allemaal niks gebeurd is, maar ondertussen zijn heel die dingen ook gewoon klaar. Hè? Dat jij allemaal op maat gezaagd en geboord en zo. Dat is stiekem best een heel klusje eigenlijk nog. Ja, mooi. Maar dat is wel goed. Al die muurbeugels straks klaar. Kijk. Dat ziet er goed uit. Ja, toch? Ja. We hebben niet stilgezeten vandaag. Hè? Zeker niet. Zeker niet. Ja. Het was ook wel mooi met die snijer, zeg. Gaaf, hè? Ik wel, ik moet zelf nog wel echt eventjes een beetje verdiepen hoe dat precies allemaal moet en zo. Super vet apparaat. Ja, echt wel. Nee, dit lijkt wel een andere maat. Hoeklijn. Iets. Dat moet niet zijn dat ik het verkeerd heb gedaan. Nee, niet verkeerd, maar het komt net een beetje raar uit. Maar het maakt niet uit hoor. Dat lossen we wel op. Dan las ik gewoon zo dicht. Dan is dat gewoon goed. Ja joh, 7 stuks hè? 7. Klopt. Nou, klaar. Alleen nog even aflassen eigenlijk, dan zijn ze helemaal klaar. Even eens kijken hoe het staat. Even kijken natuurlijk. Kijk. Een paar hekjes zo, en een mooie lastpleet. Kunnen ze echt, langs deze kant kunnen ze daar mooi helemaal vol lassen. Ja. Ze zijn eigenlijk zo klaar hoor, met lassen. Ja. Die bal maar even nog doen ook. Nou kijk, hey. Oh. Als een echte tweelingbroer. Zijn ze toch? Ja. Precies hetzelfde. Ja, mooi. Alleen minder roestig. Dat is. Maar goed, dat is niet zo erg. Ja, geweldig. Dan kunnen we die. Kunnen we die binnenkort aan de muur maken en dan ligt het helemaal klaar voor de kamerkoop. Ja. Om mogelijk ook met de elektra. Ja, ze zijn niet zo mooi, maar ze zijn wel zeker goed genoeg in ieder geval. En, weet je wat het mooie is? Dat zeg maar de last, die zit nu daar, hier. Maar hij gaat met deze kant tegen de muur. Kijk, hey, zie je dat? Ja, dus wat dat betreft pakt het goed uit. Heb jij maar rekening mee gehouden? Nou, eigenlijk komt het gewoon per ongeluk zo uit. Oh nee, daar heb ik rekening mee gehouden. Naha. Altijd zeggen. Ja, kijk, maar dat is... Kom hier steuntjes.
Niet mooi, maar functioneel. Nou, kijk dan. Dit is toch een mooi plaatje zo. Het is net een kunstwerkje zoals het zo ligt. Nou, dit is goed gelukt en daar ben ik dan weer erg tevreden over. Want dan lijkt het ook gewoon alsof we vandaag nog een heleboel gedaan hebben. Hebben we ook. Tenminste, we hebben ook een heleboel gedaan, maar dan hebben we het in ieder geval ook nog iets voor de video ook nog. We hebben niet alles gefilmd. Nee, dat is zo. Maar dit is wel een goed werk. Ja, nog een beetje afwerken. Scherpe kantjes een beetje eraf nog. Ja, natuurlijk nog wat menie erop. En dan kunnen die binnenkort aan de muur bevestigd worden. En dan is het, dan is het wachten tot de kabelgoot komt. Mooi. Zeker. Kan jij weer verder? Ja, zo is het. Hé, hey, maar het is al wel weer ruim na 5 uur. Hè? Zo snel gaat de tijd. Ja. Dat is wel verschrikkelijk. We hebben veel gedaan. Dat is zo. En het was gezellig. Ja? Vond je het toch leuk? Ja, ik vond het leuk. Heel leuk. Ja, super. Daar ben ik in ieder geval blij om te horen. Want het was weer al een keer een beetje een rommelig dagje waar planningen niet precies lopen zoals je zou willen. Maar dat houdt het denk ik ook wel spannend. Hè? Dat is wel eens vaker. Ik vond het leuk om voor de eerste keer mee te maken. Ja. Hartstikke bedankt voor je hulp. Geen probleem. Graag. Super. Hey. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.